Goedenavond. U ziet daar de grote olifant staan. Dat is het mascotte van Villa Joep. Joep, onze zoon, was 3,5 toen hij ziek werd. Dat was in 2002. En toen bleek met wat vage klachten over buikpijn zijn we naar het ziekenhuis gegaan. Toen bleek dat hij kinderkanker had, een vorm neuroblastoom. En hij kreeg 20% kans op overleving. Joep is na behandeling is hij beter geworden, maar na een aantal maanden kwam zijn neuroblastoom toch weer terug. En na 11 maanden begrepen dat hij dus niet meer beter werd. De behandeling was niet meer mogelijk. En hebben wij als ouders besloten om een stichting op te richten. Een stichting om geld in te zamelen om meer onderzoek mogelijk te maken naar deze vorm van kinderkanker. Zodat we andere kinderen en hun ouders zouden kunnen behoeden van hetzelfde wat ons was overkomen. Heel naïef eigenlijk, want we hadden geen idee of ons dat zou lukken natuurlijk. Maar wat we zeker wisten, we waren eigenlijk ontzettend boos dat dat Joep maar zo'n kleine overlevingskans kreeg. We wilden die vergroten. We wilden ook niet dat Joep voor niets gestorven was. Dus we zijn gewoon begonnen. En in 2012 hadden we 8 wetenschappelijke onderzoeken gefinancierd. En nu is Villa Joep een stichting met, ik zag het pas nog op de teller, 8 miljoen euro opgehaald. Afgelopen jaar 1 miljoen euro per jaar. We hebben 45 vaste vrijwilligers, waarvan Marjan Blok, ik zie helemaal niks, maar in de zaal zit. Een van onze lieve vrijwilligers. Veel van de vrijwilligers zijn ook ouders of hebben ook met neuroblastoom te maken gehad. Maar ik noem 2012 omdat eigenlijk in dat jaar de eerste doorbraak in het onderzoek plaatsvond. Alle genen die kapot waren in een tumor van deze kinderen die zijn in kaart gebracht toen. En vanaf dat moment is er heel gericht onderzoek heeft er kunnen plaatsvinden naar genen en naar medicijnen om die genen weer te herstellen. En sinds die tijd zijn er nog een aantal doorbraken geweest. Er zijn nog meer genen geïdentificeerd en ook wordt er hard gewerkt aan medicijnen tegen die ziekte. Eigenlijk inderdaad, als je dan nagaat, ik sta hier, maar nadenkt aan onze kleine Joep, die natuurlijk de start was van ons verhaal. Inmiddels heel veel, er zijn ongeveer 100 kleine acties, grote acties door het hele land per jaar. En dat ik hier nu sta, is eigenlijk, ik wil daar iemand wel heel hartelijk voor bedanken. En dat is Els Barendrecht, die is al genoemd. En wat zij heeft gedaan, wij zijn jaren eigenlijk op zoek geweest naar een marketingplan voor onze olifant. Maar Els heeft in 1,5 jaar tijd heeft zij de olifant. Ze heeft ervoor gezorgd dat er duizenden olifanten bij heel veel mensen terechtgekomen is. En dus ook het verhaal van Villa Joep. Ze heeft een campagne bedacht, de olifant uit logeren. Tegen een donatie mochten bedrijven de olifant een week te logeren hebben. En ik geloof dat er echt veel meer dan 100 bedrijven inmiddels de olifant te logeren gehad hebben. Dat betekent dus een hele mooie donatie ook voor Joep. Ik wil haar daar heel hartelijk voor bedanken. En ik wil ook heel erg graag de heren van het koor ontzettend bedanken. Want zij hebben eigenlijk Villa Joep in hun hart gesloten. En daarmee ook onze stichting. Dankjewel daarvoor. Dankjewel. Onze gasten bij dit jubileumfeest. 15 jaar het Randstedelijk Mannenkoor. Ik moet eigenlijk even een paar groepen of een paar mensen apart noemen bij mijn welkomstwoord. Want bijvoorbeeld, er zijn sponsors en er zijn adverteerders aanwezig. En die adverteerders die kunt u ook op de tv-schermen in de foyer zien. Want zonder deze mensen zonder deze bedrijven zou zo'n avond als dit niet tot stand kunnen komen. Dus
Hartelijk welkom, sponsors en adverteerders. Hartelijk welkom ook, meneer Hanerslag, de wethouder van cultuur van de gemeente Nissewaard, zoals dat tegenwoordig heet. En ook de gemeente Spijkenis is een van onze grote sponsors. Hartelijk welkom. En ik heet ook hartelijk welkom mevrouw Els Barendrecht, die heel veel voor ons gedaan heeft in de afgelopen maanden. En mevrouw Leontine Stijn. Samen zijn ze ook heel erg druk voor Villa Joep, de stichting die zich bezighoudt met het inzamelen van geld om kinderkanker te bestrijden. Dan is er ook een grote groep Zonnebloem en natuurlijk onze zangers die vanavond wel in de zaal zitten, maar niet mee konden doen. En misschien zelfs wel ex-zangers die nog altijd onze concerten komen bijwonen. Ook hartelijk welkom. 15 jaar het Randstedelijk Mannenkoor. Daar kun je natuurlijk een heleboel over vertellen. Maar dat ga ik niet doen, want daar bent u eigenlijk niet voor gekomen. We hebben wel geweldige gasten uitgenodigd en een belangrijk deel ziet u hier al zitten. Muziekvereniging Crescendo, een geweldig orkest. En rechts van mij, voor u links, zit pianist André van Vliet, ook al klaar. En straks hebben we natuurlijk Pearl Joan, die voor ons gaat zingen. Er is nog iemand, en die hebt u al gehoord, maar u zult hem niet zien vanavond. En dat is onze voice-over. En die gidst ons een beetje door het programma. En dat is Rini van den Elzen. Misschien zegt u, naam zegt me niks, maar die stem komt me zo bekend voor. Ja, hij is veel op de tv. Bijvoorbeeld De Jongens tegen de Meisjes, een programma van RTL 4. Dan is hij de voice-over. Ja, let er maar eens op. Als voorzitter heb ik een grote wens. Een wens die hoop ik vanavond in vervulling gaat. Want we proberen een geweldig concert voor u neer te zetten. En ik hoop dat u daar zo van geniet dat u zegt, daar, dat koor, dat mannenkoor wil ik nog eens een keer horen en misschien nog wel vaker. En misschien zijn er zelfs wel mannen in de zaal die zeggen, verdorie, ik zou best ook tussen die mannen willen staan. Nou, dat kan geregeld worden. Ja? Goed, denk er maar eens goed over na, want het is echt ontzettend leuk. Dat het heel erg leuk is, dat mag ook blijken uit het feit dat onze dirigent al 15 jaar bij ons is. En dat is Arjan Breukhoven. U zag hem net al even op de rug. Ik zou zeggen, we gaan beginnen. Ik wens u heel veel plezier en geef Arjan Breukhoven, het Randstedelijk Mannenkoor en Crescendo en André van Vliet een daverend applaus, zodat we kunnen beginnen. Heel veel plezier. Oh,
allemaal. Ja, ik moet even een moment pakken natuurlijk. Hè. Kijk, dat voelt een beetje als Robert ten Brink of als Linda de Mol, als die voor zo'n spel opkomen. Ja, nou, het is maar een grap hoor. Ik beschouw het maar dat u eigenlijk klapt voor al die mensen die hier zitten, die vanavond u hebben vermaakt met hun muzikale kunsten. Zo'n avond als deze maak je niet zomaar even. Dat kost tijd en dat kost heel veel werk. En het bestuur van het Randstedelijk Mannenkoor dacht, dat is een klus, daar gaan wij niet aan beginnen. Daar gaan we een jubileumcommissie voor instellen. En zijdelings van die jubileumcommissie is het koor ook nog enigszins ritmisch ondersteund. Even een applaus, Jan Stolk, de drummer. Dat crescendo, dat heeft elk jaar een concert. Dat, het is maar even dat u het weet. Dat concert is in Numansdorp, in de sporthal. Altijd op de eerste zaterdag van februari. Dus dat zit er. We'll meet again, don't know when.
Thank you.